mag ik jullie graag een geweldige tip geven voor in en om, op of rondom het huis. Kijk, als jij je fiets in de tuin zet, dat kan je best doen, tuurlijk. Dat kan je gewoon doen. Kijk, daar staat hij. Maar let er wel op, draag er zorg voor dat je 's avonds, als je fiets eenmaal in die tuin staat, hoorde je het belletje? Tring, tring. Leuk hè? Dat je, ook al staat je fiets in de tuin, jongens, zet hem alsjeblieft, zet je fiets, tring, alsjeblieft op slot. Dory. Ik zal het even voornemen, moet je even kijken. Zo. Ja. Zo zet je hem dan op slot. En ja, want dan staat je fiets op slot, ook al staat hij in je tuin. En mocht er iemand zo'n mogol zijn om in je tuin te gaan lopen te klimmen, dan kan hij in ieder geval je fiets niet meenemen. Althans, hij kan hem wel meenemen, maar het lijkt me nogal lastig als hij zo... Althans, ik zou er niet aan beginnen. Ik zou sowieso je tuin niet inklimmen. Daar heb ik absoluut geen zin in. Maar als ik dan nog een fiets zou staan die op slot zou zitten, zou ik bij mezelf denken, nou, daar heb ik dus echt absoluut geen zin in. Die laat ik mooi staan. Maar als ik hem dan meeneem, dan sjouw ik me de touwtering. Dus daar begin ik mooi niet aan. Maar goed, je kan hem wel meenemen, maar ja. In principe heeft niemand daar zin in, toch? Maar als je hem op slot zet, dan komt het wel goed. Hallo.